Verschillende raadsleden zeiden te hopen dat Van der Laan een gesprek gaat hebben met Poetin over de homorechten. Het hijsen van de regenboogvlag bovenop de Stopera vinden ze niet genoeg. Het hijsen van de regenboogvlag hier in Dom, hartstikke goed. Maar denkt de burgemeester dat daarmee de boodschap ook is overgekomen bij Vladimir Poetin? Maar Van der Laan gaf aan eigenlijk niet op zo'n gesprek te zitten wachten. Ik heb volgens mij geen ontmoeting met Wim Poetin. Niemand van het college. Ik vind het eigenlijk wel best. Ik weet niet, dus er zijn suggesties om het gesprek te zoeken. Maar het is nogal druk in de aanloop naar de koning en de kapel en de koningin. De SP vraagt zich af wat Poetin eigenlijk meekrijgt van de regenboogvlag bovenop de Stopera. Het moet natuurlijk niet alleen maar symboolpolitiek worden waarin niets bij hem aankomt. Dat u geen gesprek met hem wil, prima. Maar schrijf dan een brief namens het stadsbestuur. Laat u in ieder geval wel weten hoe we hierin staan. Over zo'n brief moet de burgemeester nog even nadenken. Hij heeft ook nog even de tijd. Het bezoek van Poetin is op 8 april.